Goedemorgen, of avond. We zijn in Café Weltschmerz. Mijn naam is Kees van der Pijl. En ik ben hier met Karel van Wolferen. Een beroemde correspondent en onderzoeksjournalist uit de tijd dat de NRC nog een gezaghebbend en betrouwbaar nieuwsmedium was. Daarnaast natuurlijk is hij wereldberoemd geworden met zijn boek Het Raadsel van de Japanse Macht. En vervolgd door een hele reeks boeken die ik hier niet kan opnoemen, want anders dan is ons uur daarmee besteed. We gaan vandaag niet een interview houden, want daar zijn specialisten die al hun tanden op Karel hebben stuk gebeten. Wij, Karel en ik, gaan een tweegesprek houden over een onderwerp wat hem bijzonder hoog zit en dat zal hij nu zelf introduceren. Ja, dus ik moet jou ook introduceren eigenlijk. Ja. Ja. Nee, ik ben, ik heb Kees van der Pijl leren kennen toen ik hem nog nooit ontmoet had, want in mijn boekenkast stond een boek over de transatlantische elite. En dat is dus een aspect van de banden tussen Europa en de Verenigde Staten die om zakenbelangen draaien en andere manieren waar je elites bij gevormd krijgt. Dus ik kende hem van schrijven al lang voordat ik hem ontmoette. En toen ik hem voor het eerst ontmoette, toen bleek ook dat onze belangstellingen op veel punten overeenkwamen. Maar dat klopt. We gaan praten over dat merkwaardige Atlanticisme en over de puzzel, over het mysterie, de vraag, mysterie, wat toch altijd weer te denken zetten, althans bij mij, dat hoe het mogelijk is dat Europeanen, de Europese intellectuele elite, politieke elite, die toch hebben laten zien in het verleden dat ze niet achterlopen wat betreft intelligentie en politiek kunnen enzovoort bij andere volken op de wereld. Hoe ze als het ware als kudde schapen altijd maar weer achter Washington aanhobbelen de laatste tijd. Hoe komt dat? En dat blijft mij bezighouden, die vraag. Ja. Ja, mij ook. En ik denk een heleboel mensen. Als je kijkt naar het nieuws van vandaag dat Trump dus het Iran-akkoord heeft opgezegd, hè, zoals iedereen al enige tijd verwachtte. En dat ook met hele harde hand, hè, dus ook met de aankondiging van nieuwe sancties, harde sancties die bedoeld zijn om Iran echt op de knieën te krijgen. En je ziet tegelijkertijd dat er van de Europese kant grote aarzelingen zijn om daarin mee te gaan. En toch denk ik dat jij denkt, en ik ook denk, dat uiteindelijk ze door de knieën gaan. En de vraag is waarom? Ik kijk naar jou en jij. We moeten beginnen met hypotheses. Waarom zou dat nou zijn? Ja, als Amerika niet meer met dat verdrag niet meer meedoet, dan is natuurlijk de belangrijke vraag, kan dat verdrag nog inhoud hebben als het alleen maar gaat om Europeanen en natuurlijk niet te vergeten Rusland. Ja. En China. En China, ja. Ja. Nou, in dit geval is het zo dat Iran al heeft aangekondigd dat zij onder alle omstandigheden, als de andere partijen zich houden, hè, buiten Amerika, aan de overeenkomst van het verdrag, dat zij zich daar ook aan houden. En vaak wordt vergeten dat Iran dus enorm heeft ingeleverd bij dit akkoord. Ja. Hun hele programma van uraniumverrijking is in wezen geofferd aan economische mogelijkheden. Ja. Dus men heeft gekozen voor economische ontwikkeling. Ja. En juist dat wordt dan nu door Amerika aangevallen. Nou, ik wil even twee, over dit onderwerp, dat verdrag met Iran, twee dingen noemen die bij mij opkomen. Eén is dat we overal lezen dat dit opnieuw weer bewijst dat je met Amerika geen verdragen kan sluiten. Althans, de laatste decennia niet, de laatste tijd niet. Dat het niks waard is. Ze schenden de verdragen die ze hebben getekend. Diplomatiek is afgeschaft door de Verenigde Staten. Zo ongeveer na het einde van de Koude Oorlog en het verdwijnen van de Sovjet-Unie. Dat is misschien waar. Ik denk dat het in hoge mate beïnvloedt de houding van andere landen
om te gaan kijken, zullen we iets met Amerika bespreken of niet? Heeft het zin of niet? En dat geldt dus ook weer opnieuw straks voor de twee Korea's. Ja. Ja. Ook wil ik even de duivels advocaat spelen hier. Gewoon omdat het moet genoemd worden, zou het kunnen zijn dat hiermee Trump een soort bot heeft geworpen naar al die mensen die probeerden hem omver te werpen, waaronder de neoconservatieven, voor wie alle zetten tegen Iran geschenken uit de hemel zijn. En dat hij dus door dit te doen even geen last heeft van deze figuren, deze politieke facties in Amerika. Is het mogelijk, en ik zeg niet dat dat zo is, dus ik zeg niet dat dit, ik denk, maar ik hou de mogelijkheid open dat Trump toch ook bezig is op een ander schaakbord. Dat Trump ook bezig is om te zien of hij inderdaad met Noord-Korea iets kan bereiken, waardoor hij een Nobelprijs voor de vrede kan gaan delen. Dat is ongetwijfeld zo. Als er een vredesverdrag uit voortkomt, dan krijgen drie, de Noord-Koreaan en de Zuid-Koreaan plus Trump, krijgen dan een Nobelprijs. En dat hij ook nog altijd bezig is om op een of andere manier de relaties met Rusland glad te strijken. Hij kan dat alleen maar doen als hij steeds opnieuw weer een bot gooit in de kooi van al die figuren die hem omver willen helpen. Want, en ook anders, waarom zou die anders mensen zoals Bolton en Pompeo, dat zijn allebei figuren, zeer fanatieke, neoconservatieve figuren, die allemaal dingen willen waarvan we weten dat Trump dat aanvankelijk in elk geval helemaal niet wilde. Nee. Hij geeft ze posities van belang. En dan denk ik aan Lenin, die ook gegeven moment een keer gezegd heeft, als je echt last hebt van iemand politiek die jou dwars wil bomen, dan moet je hem op een hoge positie plaatsen. Ja, want dan kan hij dat niet meer. Ja. Maar ja, het is goed dat jij Lenin aanhaalt, hoef ik dat niet te doen. Maar die twee dingen die je zegt, die houden natuurlijk nauw verband met elkaar. Namelijk, een verdrag wordt gesloten door een staat, niet door een president. Right. Dus het wordt wel gezegd, het is het verdrag van Obama met Iran, maar het is een verdrag van de staat, van de Verenigde Staten. Het wordt geratificeerd door het Amerikaanse parlement, senaat en huis. Dus een verdrag op deze manier opzeggen, dat kan wel. Ik bedoel, George Bush junior heeft het anti-ballistic missile verdrag opgezegd. Dat mag, dat moet weer geratificeerd worden. Maar dat haalt het tweede ding natuurlijk helemaal onderuit. Want hoe zou iemand als Kim Jong-un, nou die leest ook de krant, neem ik aan. Ja. Hoe moet hij nou reageren op het feit dat een verdrag wat hij nu met Trump zou sluiten, door een volgende president, Hillary Clinton of... Dit zou alleen maar kloppen. Deze gedachtegang, en nogmaals, dit is alleen maar een mogelijkheid. Een duivelsadvocaat even spelen. Ja. Ik zeg niet dat dit, maar als dit echt ook het geval is, dan neem ik aan dat Xi Jinping, de Chinese leider, die heeft al van Trump zelf gehoord van ik moet iets doen om dit voor elkaar te krijgen met Noord-Korea. En Poetin moet ook zoiets gehoord hebben van Trump. Ze hebben wel met elkaar gesproken. Met elkaar gesproken met tolken van de andere kant. Dus niet met Amerikaanse tolken. Dus dat zou dus kunnen dat, want ik denk dat dat initiatief van Zuid-Korea en Noord-Korea bij elkaar, dat is een Chinese, dat is door China, is dat gestimuleerd. Ik denk dat de Chinezen daar het meeste kracht hebben geuit, omdat natuurlijk al jarenlang dat Noord-Korea ook een doorn in het oog is van zowel de Chinezen als de Russen. Ja. En die hebben dan samen al een jaar of wat geleden duidelijk gemaakt dat er moet een einde komen aan die onzin van Noord-Korea. Ja, maar ik had een collega in Sussex en die sprak vloeiend Koreaans en Chinees. Hij is een Korea-specialist en die had toevallig kort geleden geschreven
dat het feit dat Zuid-Korea vast wil houden aan Amerikaanse troepen op zijn grondgebied, maakt wel duidelijk dat de Zuid-Koreanen niet zo happig zijn op een grote Chinese rol op het... Maar intussen dwalen we natuurlijk af van onze oorspronkelijke doelstelling. Ja. Want kijk, jij noemde de neoconservatieven als belangrijke factor. En dat is een van de thema's waar je vaak over spreekt. Dat zijn dus eigenlijk geen Atlantici. Nee. Dat zijn juist America Firsters. Ja, maar de Atlanticisten die zijn in Europa, niet in Amerika. Ja, nou ja, ook in. Je hebt natuurlijk de East Coast Establishment. En uit de relaties in de jaren 20, met mensen als Monet en de gebroeders Dulles, de relaties die in de jaren 20 al ontstaan waren rond bepaalde investeringsbanken, is de eerste stap naar Europese eenwording als onderdeel van het Atlantisch blok genomen. Ja. Nu speelt dat niet meer, omdat Macron, wat vertegenwoordigt hij? Ik denk dat we nog één factor die erbij gehaald moet worden niet hebben genoemd, en dat is de rol van Israël. Het feit dat vandaag op de Victory Day in Moskou naast Poetin, bijna tot mijn verbazing, staat dus de grijnzende Netanyahu, die eregast is op deze parade. Ja, ja. Kijk, en, ik denk wel dat Poetin dat om een hele goede reden doet. Namelijk? Ja, hij wil op geen manier wil die te maken krijgen met een golf van aantijgingen dat hij antisemiet zou zijn. Of anti-Israël. Hij heeft te maken met aardig wat oligarchen in Rusland. Hmm. Die hem nog altijd... Hè, dus er is een soort van modus vivendi tussen Poetin en die oligarchen. En een groot aantal van die oligarchen... Ik heb daar geen cijfers voor, maar een groot aantal zijn toch van Joodse afkomst. Ja. En hebben loyaliteitsbanden ook over de Atlantische Oceaan heen met Amerikaanse collega's en lotgenoten. Ik denk dat wel te begrijpen is. Hmm. Dat was ook al een aantal maanden geleden duidelijk dat Poetin een manoeuvres maakt, diplomatieke manoeuvres maakt om vooral Israël niet tegen het hoofd te stoten. Het is natuurlijk, maar Poetin begrijpt, net zoals wij begrijpen, dat het een kolossaal probleem is, Israël, in die hele vergelijking van het Midden-Oosten natuurlijk, maar van de hele wereld. Ja, ja. En kijk, daarom, als jij zegt, als denkoefeningen, als jij zegt, Trump gooit een bot naar de neoconservatieven, dan zijn die neoconservatieven in dit opzicht natuurlijk niet alleen. Die komen met Israël en Saoedi-Arabië onmiddellijk aan boord en zeggen van, nou, prachtig dat we nu tegen Iran... Israël heeft een paar uur na bekendmaking door Trump van die nieuwe politiek, hebben ze doelen in Syrië gebombardeerd. Ja. En Netanyahu heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat wat hem betreft nu een grote oorlog begint tegen Iran. Om de simpele reden, zoals hij heeft gezegd, het is beter om Iran nu aan te pakken dan te wachten tot ze zwaar bewapend zijn, zwaarder bewapend zijn. Ja. Maar goed, waar komt, ik denk steeds maar aan ons beide favoriete onderwerp, waar komt dat Atlanticisme vandaan? Dus wat zouden Europese staten, die op dit moment dus hebben gezegd, wij vinden dit een fatale stap, dus ze hebben wat gesputterd over een verruiming van het verdrag met Iran, maar dat zal Iran niet doen. En Rusland en China hebben daar ook geen behoefte aan om een hele nieuwe ronde te gaan beginnen. Wat zal de Europese landen er uiteindelijk toe aanzetten om toch weer in het gareel te komen? Nou, dat verwijst naar het fenomeen van het Atlanticisme. En is dat nou een ideologie? Is het veel ook economisch gedragen complex van belangen? Het is veranderd. Ik denk dat, en als ik Atlanticisme zeg, dan heb ik het over een fenomeen dat eigenlijk ontstaan is na de einde van de Koude Oorlog. Uh-huh. Misschien pas echt goed is iets geworden is in het begin van deze eeuw, de 21ste eeuw. Dus het Atlanticisme van nu lijkt niet echt op het Atlanticisme
ik was ook Atlanticist. Hè. Ik ben opgegroeid in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. En mijn vader die was politiek geïnteresseerd ook. Hij zat in het verzet tijdens de oorlog. Ik ben van het eerste jaar van de oorlog. En ik ben opgegroeid ook met mensen die over de vloer kwamen, vrienden van mijn vader. En er waren een aantal dingen die stonden buiten kijf over de veiligheid van Nederland, Europa in het algemeen. En de rol van Amerika en natuurlijk Canada met de oorlog in het bijzonder. En dat het, zeg maar, het bondgenootschap met de Verenigde Staten goed was voor ons, dat stond als een paal boven water. Ja. En dat, dus, als je dat geloofde, dan was je ook een Atlanticist. Dus nou, ik ben een behoorlijk deel van mijn leven dat Atlanticist gebleven. Er was geen reden om dat te gaan onderzoeken. Geen werkelijk dringende reden. En ik woonde natuurlijk in Oost-Azië. En daar had ik te maken met een hele andere constellatie van feiten en politieke omstandigheden. Maar het Atlanticisme van nu, en daar willen we het over hebben, is iets wat, hoe definieer je het? Ik heb het, ik denk dat de kreet die je hoorde in Nederland, toen er behoorlijk wat controverse bestond, ook hier te landen, over die geplande invasie van Irak door George W. Bush en Cheney. Zonder Amerika gaat het niet. Dat was het antwoord op heel veel krantenpagina's. En in heel veel gesprekken en lezingen enzovoort. Als het ging over moeten we Amerika blijven volgen in dit soort dingen. Hè? Want vergeet niet dat in die tijd was er een uitbarsting van ook Europese zorg over waar het met Amerika naartoe ging. Ja. He, de grote demonstraties in verschillende, ik heb die cijfers niet bij de hand, maar misschien kan jij je dat beter herinneren. Grote demonstraties in verschillende hoofdsteden, allemaal tegen die voorgenomen oorlog, die gevoerd een oorlog van naar keuze, dus niet als reactie op iets wat Irak gedaan. Het was een preventieve oorlog. Dat is natuurlijk verschrikkelijk iets waar wij van dachten dat kan niet gebeuren. Nee. En dat idee van zonder Amerika gaat het niet, was een soort pleidooi aan het adres van alle Europeanen van jongens, wij zitten in een situatie waar we geen keuze hebben. Dat is Atlanticisme. Ja. Dat is het dus het Atlanticisme van deze eeuw. Ja. Nou, ik zou dus toch denken dat als we ons bepalen tot de periode na het instorten van de Sovjet-Unie, dat de jaren 90 hier toch weer een eigen plaats hebben. Namelijk in de jaren 90 had je onder andere het beroemde boek, ook een bestseller, van Michel Albert, Het kapitalisme tegen het kapitalisme. Ja. En dat is onderdeel geweest van een hele stroom literatuur onder het hoofdstuk Varieties of Capitalism. Het echte uitdager is nu verdwenen en nu krijgen we te maken met zeer verschillende types door een eigen cultuur gevoede kapitalisme. En Michel Albert, een Franse verzekeringsdirecteur, die zegt dus in zijn boek, De tegenstellingen en de gevechten die kunnen voortvloeien uit die verschillende kapitalismes zouden wel eens feller kunnen zijn dan de Koude Oorlog die net is afgelopen. Right. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld de afluisterpraktijken van Amerika, waar we net met het referendum over hebben gehad, dan zie je dat in de jaren 90 de Europese instanties en diverse Europese landen, Europees parlement ook met name, hele diepgaande onderzoeken hebben gedaan over die afluisterpraktijk. Ja. En dat kort voor 9-11, want dat is echt een sleuteldatum, verdergaande stappen werden aanbevolen om een eind te maken aan het afluisteren van Europese communicatie door de Amerikaanse geheime diensten. En ik denk dus dat als jij zegt, er is een zonder Amerika gaat het niet, dan kan je dat niet. Je kan niet tot die conclusie komen zonder 9-11 daarbij te betrekken. Want het is met de aanslagen van 9-11
tot een einde gekomen aan al die Europese recalcitrantie. Ja, dus ja. Het uit elkaar drijven van, dat, van het Westen ja. in variëteiten van kapitalisme is met 9-11 tot de orde geroepen. En daarna hebben we dus de doorbraak van het neoconservatieve, nou dat is een eigen theorie van jou, van het neoconservatisme en ja, een Europees aan de leiband lopen. Ook het uitbreiden van de NAVO in de richting nou ja, naar de Russische grens en het aanleggen van bases rond China enzovoort, is allemaal, heeft het onmogelijk gemaakt voor Europa om eigenlijk om een hele andere route te vinden. Nou ja, ik kijk, jij volgt een heel belangrijke lijn in dit alles. En je zou die lijn, de materiële lijn, kunnen noemen. Het gaat dan over zakenbelangen. Het gaat over belangen die kunnen worden geschaad door afluisterpraktijken enzovoort, enzovoort. Ik wil ook denken aan een paar andere lijnen die ontstaan en die heel belangrijk gaan worden. En dat zijn propagandistische lijnen. Het zijn psychologische lijnen. Het heeft te maken met de aard van de Europese Unie en de aard van de regeringen in de deelstaten daarvan. Ja. En ik denk dat je een aantal dingen kan gaan constateren. Dus laten we daar eventjes, we zitten al niet in elkaars vaarwater hier. Het is een verstrengeling van verschillende draden die hier lopen. En wat ik dan zie is dat in de regeringen van de deelstaten van de Europese Unie reist middelmatigheid naar boven. Lichtgewichten reizen naar de top. En deze mensen, als je ze vergelijkt met de, zeg maar, de eerdere leiders in Duitsland, Frankrijk, Engeland, noem maar op, dan zie je een enorm verschil in kwaliteit, politieke kwaliteit, diplomatieke kundigheid en noem maar op. Deze regeringen, daarvan wordt niet meer gevraagd dat ze zich met fundamentele politieke kwesties bezighouden. Er wordt niet van ze verlangd dat ze zich met buitenlandse beleidskwesties bezighouden. Dat was allemaal voorgekookt. Er was geen keuze. De NAVO speelt een veel belangrijke rol, denk ik, dan in het algemeen wordt aangenomen. En daar wil ik straks het een en ander over zeggen. Want ik denk dat heel erg veel over de NAVO, daar wordt niet aan gedacht. Maar als jij een defensiebeleid deelt met anderen, dan kan je niet een onafhankelijk buitenlands beleid hebben. Dus de NAVO die maakt, en dat is zeker vandaag zo, de NAVO maakt een buitenlands beleid van Europese landen onmogelijk. Ja. Ik ga nog verder. Ik zou zeggen dat de NAVO maakt het onmogelijk dat Europa als geheel een soort gezicht krijgt tegenover de rest van de wereld. Ja. En omdat dat zo'n gezicht niet heeft, is het ook moeilijk voor Europa om aan Europeanen te vertellen, hier, daar gaat het om. Ja. Ze kunnen wel praten over democratie en over oude waarden en over de verlichting van lang geleden enzovoort. Maar dat worden allemaal clichés waarvan de meeste mensen geen boodschap meer aan hebben. Nee. Dus dat is heel belangrijk. De NAVO is ook als instituut iets bijzonders, want het moet in leven gehouden worden door allemaal geloofsartikelen die zullen behoeden dat mensen zeggen van, nou ja, het is genoeg geweest, laten we eruit gaan en laten we ermee uitschijnen. En dat doet het met een enorm groot complex aan instellingen eromheen. Ja. Je hebt een Amerikaanse denktank, de Atlantic Council, is op zijn beurt weer verbonden met heel veel andere instellingen en NGO's en universiteiten en PR mensen met het enorm groot netwerk van PR professionals in Engeland vooral, maar ook in de rest van Europa. Ja, media. Er wordt heel veel gegeven aan journalisten die juist door de penibele situaties waarin de media terecht zijn gekomen, vooral de gedrukte media, geen inkomsten meer hebben. Er zijn aardig wat journalisten die kunnen rekenen op
een bijdragen uit iets wat bengelt aan de The Atlantic Council. Ja. Ja. En dan heb je de International Strategic of International Crisis Group of zoiets. Ja. En dat zijn, die bestuderen politieke crisis overal. Dus als je, ik denk dat, kijk, als je een Nederlandse politicus hele slechte dingen hoort beweren over Venezuela, dan is het waarschijnlijk dat aardig wat informatie hem bereikt heeft via die groep weer. Ja. En het houdt dus het verhaal, het officiële verhaal, waar het over moet gaan, houdt dat bezig. Ja. De NAVO is het propagandaapparaat van het Atlanticisme. Maar ja, dan zou ik toch willen terugkomen op de jaren 90, omdat je daarin ziet dat de NAVO zich opnieuw moet vestigen in Europa. In 1994 heb je de NAVO-interventie in Bosnië. In 1999 een vrij grote luchtoorlog tegen Servië. Ik ben in Belgrado geweest. Je staat toch met open mond te kijken eigenlijk dat een moderne Europese stad door de NAVO is aangevallen. En Holbrooke, Richard Holbrooke, die ik ken, ik ken hem vrij goed. En die heeft, dus Weil inmiddels. Maar die heeft in 1995 een heel belangrijk stuk geschreven in Foreign Affairs, het Amerikaanse het blad waarin de grote strategische lijnen worden besproken. En waarin hij zei, America, a European power. Zo heette dat stuk. Ja. En hij zegt, als we naar het oosten gaan uitbreiden, dan kan dat niet zonder de Verenigde Staten. Jij zegt net, in Nederland zeiden ze, het kan niet zonder Amerika. Ja. Nou, dat zei hij dus ook. Ja. We gaan uitbreiden in de oostelijke richting en wij nemen daarbij de leiding. En wij zijn een Europese macht. En ik denk dat je in die jaren dus hebt gezien dat de Amerikanen aan Europa hun wil opleggen. En dat is onder de Democraten gebeurd met een oorlog in Joegoslavië. Right. Een uitbreiding met de eerste drie nieuwe leden van de NAVO. En de neocons die hebben dat nog eens een slagje omhoog gedraaid. Ja. Die hebben gezegd, we gaan nog veel verder in onze... De NAVO was natuurlijk toen al een andere organisatie. Oh, ja. De NAVO bestond als een soort garantie tegen een opkomend communistische, vanuit Moskou gedirigeerde golf van overwinningen van Oost-Europa, vanuit Oost-Europa, want Oost-Europa was natuurlijk toen ook onder de duim van Moskou. Ja. En het was een veiligheidsgarantie en het heeft nooit gevochten. Het eerste gevecht van NAVO was in die oorlog tegen Servië. Ja. Die natuurlijk niet legitiem, die was niet legaal. Nee. En toen werd de NAVO van een oorspronkelijke defensieve organisatie, een offensieve organisatie en een instrument in de handen, wel degelijk in de handen van de Verenigde Staten. Ja. Maar ook toen moesten de Amerikanen wel overtuigd worden dat de NAVO nog zin had. Want er werd heel vaak heel erg negatief gesproken over de Europeanen. En de NAVO werd voorgesteld als zeg maar een subsidie van, voor Europa. Ja, 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 ja. En dat was het natuurlijk in zekere opzicht ook. Ja. Maar het was Trump. Men kon pas. Het was Afghanistan. En nou lopen we eventjes de zaak vooruit. Het was pas na Afghanistan. Op een werkmaardige manier. Mm-hmm. Toen men zei, het Britse Rijk, het Britse koloniale Rijk heeft daar zijn graf gevonden. Afghanistan was de grote, het kerkhof van grote rijken. Mm-hmm. Rusland ook. Dat was enorm. Afghanistan, de avontuur van Rusland in Afghanistan is ook op een hele belangrijke manier het einde geworden van de Sovjet-Unie. Yeah. En daarvoor Alexander de Grote. Dus NAVO zal ook wel op dat kerkhof terechtkomen. Nee, NAVO heeft het niet alleen overleefd. Het is belangrijker geworden als internationale politieke organisatie dan het ooit geweest is. En dan wil ik daar nog een paar dingen bij doen. Mm-hmm. Want het heeft een effect op het intellectuele leven van Europa dat heel erg dat desastreus is. Want door het zogenaamde bondgenootschap, het is niet een bondgenootschap, het is een stelsel van vazallen, van horgen. Als je met iets wil vergelijken, dan gaan we terug naar het feodale tijdperk. Mm-hmm. Het zijn vazallen van Amerika. Het zijn dus mede-vazallen, niet bondgenoten. Een bondgenootschap gaat over iets anders. Mm-hmm. Een bondgenootschap moet
als belangrijkste conditie hebben een gemeenschappelijk doel. De Amerikaanse overheersing van de hele wereld kan niet het doel zijn van Europeanen. Dat kan helemaal niet. Nee. Bovendien is een bondgenootschap alleen maar een bondgenootschap als daar voortdurende consultatie plaatsvindt onder elkaar. En dat is in het geval van de NAVO helemaal niet waar. De Amerikanen die zeggen dit moet je doen en dan volgen ze. Het is ook wel nog tot op zekere hoogte een dekmantel voor oorlogzuchtige facties in Frankrijk en Engeland. Ze kunnen onder die, en dat heb je gezien met Libië, en weer opnieuw eventjes nu met Syrië, die bombardementen, die symbolische bombardementen, naar aanleiding van dat zogenaamde gifgasaanval. Maar wat het doet aan de manier waarop Europeanen politiek denken, dit is natuurlijk desastreus. Heel Europa als het ware, dit zijn onderlegde mensen met wie je interessante gesprekken kan hebben over literatuur, over geschiedenis, over van alles en nog wat. Maar je kan het niet hebben over huidige geopolitieke omstandigheden, want ze zitten al 10 jaar of meer in een soort van kleuterklas. Waarin de dingen worden voorgesteld alsof ze uit een stripverhaal komen. Van goeierikken en kwaaierikken enzovoort. Ja, ja. Heel simplistisch en volslagen niet in overeenkomst met de werkelijkheid. Nee, maar ik denk dat ook daar een langer historisch perspectief toch ook weer helpt. Want kijk, direct na de oorlog werd er in de westelijke hoofdsteden, dat is dus altijd Londen en Washington, geconcludeerd dat het zeker 10 jaar zou duren voordat de Sovjet-Unie tot enige militaire operatie buiten de eigen grenzen in staat zou zijn. Zozeer moest er wederopbouw plaatsvinden. En de NAVO die is dus opgericht na de staatsgreep in Praag, waarbij de onder druk van de spanningen die door de voorwaarden van de 48-49 werden veroorzaakt. En toen is er geheim overleg geweest, dat begon in april 48 tussen Canada, de Verenigde Staten en Engeland, geïnitieerd door Engeland, van jullie blijven er toch wel bij. En men was bang dat in Frankrijk en Italië communisten aan de macht zouden komen. En dat heeft gemaakt dat de NAVO is begonnen niet als een militaire geïntegreerd commando met een defensieopstelling. Dat is pas in de jaren 50 gekomen. Ja, 49. Is begonnen als de beroemde Gladio. Ja, Gladio. Interventiemogelijkheden. Ja. En de interventies zoals in Griekenland, de regelmatige staatsgrepen in Turkije, hebben altijd zijn samengegaan. De CIA was daar ook bij, niet alleen NAVO, maar ook met NAVO-oefeningen. En ik zou willen zeggen dat ook vandaag de dag, na die instorting van de Sovjet-Unie, dat aspect van de NAVO is waarvan we de neiging hebben om dat te onderschatten. Kijk, als Hollande zit met twee helikoptermoederschepen die in Saint-Nazaire gebouwd worden, en hij zegt, ja, die willen we toch leveren, en er komt dan een aanslag bij Charlie Hebdo, dan heb ik in mijn conspiratieve geestesgesteldheid toch de neiging om te denken dat is niet noodzakelijk een enorme diepe behoefte geweest bij moslims of wat dan ook. Nee. Om eens een aanslag op dat hele vervelende schandaalblaadje uit te voeren. Maar is het valse vlag? Daar zit meer achter. Nou. Ja. En ik denk dat juist omdat politici chantabel zijn, ja, je ziet dat aan Bill Clinton, je ziet dat nu aan Trump, die hebben allerlei avonturen achter de rug waarmee ze permanent in defensief kunnen worden gehouden. Zo zijn ook de Europese politici te manipuleren. Niet allemaal, maar een aantal wel. Ik denk Macron, je zegt net al, het zijn zwakke figuren. Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook heel veel uitgevlooid op weg naar hun snelle opmars naar de macht. Merkel is een ander verhaal. Maar goed, haar persoonlijke telefoon werd onder Obama notabene ook afgeluisterd. Dus van haar weet men ook dingen die zij liever voor zich had gehouden. Dus ik denk dat we hebben te maken met grote historische en structurele krachten, maar er is ook een element gewoon Nou hou je bek even, want ik weet iets van jou, wat jij toch graag onder ons zou willen. Nee, ik zou dat zeker niet willen opzij schuiven, natuurlijk. Ja. Maar ik probeer
ik probeer te begrijpen hoe het komt, dat kuddegedrag van de Europeanen. En dan zie je, dat heb ik dus al genoemd, de lieden aan de top, die hebben niet de bekwaamheid om erover na te denken, om te beginnen en om een beleid uit te stippelen. En ze hebben dat ook niet hoeven doen. Vergeet ook niet dat sinds het begin van de Koude Oorlog hebben de Europeanen zich niet hoeven te bemoeien met een buitenlands beleid. Dat deed de Verenigde Staten. Na de Tweede Wereldoorlog, al heel kort daarna, was de Verenigde Staten, met het begin ook van de Europese eenwording, was de Verenigde Staten in een positie waarin het een hoofdrol speelde om allerlei redenen. En het belangrijkste, het geopolitieke gebeuren, daar keek men, moest kijken naar de laatste poging van Frankrijk en Engeland om in die Suezcrisis toch zelf een initiatief te nemen. Ja. Je kan je dat herinneren, werd door, wij doen niet mee. Dus die hebben toen in hun hemd gestaan. Ja. En daarna is er helemaal geen Europese poging meer geweest om iets te bereiken, het belangrijkste te bereiken op dit gebied. Nou, de goal. Ja, de goal. Ja. Maar de goal als eenling heeft natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld, omdat hij een voorbeeld was van hoe het ook nog kon. Ja. Tuurlijk. Maar laten we even terug naar het heden gaan. En dan zie je dat de toplieden in die regeringen, die hebben de ervaring niet. Ze hebben er nooit mee te maken gehad. Ze zouden niet weten hoe ze een buitenlands beleid moeten gaan uitstippelen. Ja. Ook de omgeving van deze mensen. Ja, dit zijn lieden die zich vooral bezighouden met geschiedenis. En misschien politieke theorieën enzovoort. En meer op academisch vlak en zo. Maar die hebben nauwelijks te maken gehad met realiteit. Dat is één ding. Het was ook makkelijk. Je hoefde je geen zorgen te maken. Het was makkelijk. Je hoefde niet zo verschrikkelijk veel aan defensie te besteden. Je moest er nu en dan dure Amerikaanse dingen kopen. Dat was natuurlijk wel een probleem. Want het was een voorwaarde die gesteld werd. Dus vandaar dat Nederland ook vastzit aan dat waanzinnige toestel. Ja, die F-35. Die nog altijd niet kan vliegen. Nee. En waarmee kolossale problemen zijn. Ja. En als de Nederlandse luchtmacht een echt goed straaljager, een gevechtsstraaljager wil hebben, dan moeten ze naar Rusland gaan. Want daar is er eentje die al veel meer kan doen dan die F-35. Ja, ja, ja. Nou, we hebben hier te maken met een zakenovereenkomst die natuurlijk wel beseft wordt, begrepen wordt. Alleen wordt niet in de Tweede Kamer aan het volk zo gepresenteerd. Dat is dus een belangrijk iets. De luiheid, de zelfingenomenheid, geestelijke luiheid speelde allemaal een rol hierin. Maar er is nog meer. Ik denk dat je dan verder moet gaan. Dit wordt een soort van verslaving. Verslaving in de zin dat je kan niet meer zonder. Je hebt niets anders meegemaakt dan dit. En je bent dus in een situatie terechtgekomen dat een alternatieve manier van handelen doen of verhoudingen met andere landen is niet denkbaar geworden. Dus het is, en daarmee komen we tegelijkertijd, en ik gebruik het woordje religie hier als een, kijk, het is een metafoor natuurlijk. Ik denk dat het Atlanticisme een religieuze functie is gaan krijgen in het geheel. Want er is nog iets heel belangrijks wat niet tastbaar is, wat niet zo makkelijk, en wat zeker door mensen die eigenlijk alles willen reduceren tot materiële zaken en tot. Maar er is een. In de Koude Oorlog was er een soort van geestelijke leuning, een handrail. Je kon je daaraan vasthouden. Er was zekerheid over politieke aangelegenheden. Je wist wat goed was op politiek gebied. En je had zekerheid over bepaalde, ook links in Nederland zeker, en in andere Europese landen zie ik het ook terugkomen. Ook dat links ging vanuit van een aantal aannames waarbij de bescherming kwam van de andere kant van de oceaan. Dat werd toch als een soort van, dat was een zekerheid. Die,
die Koude Oorlog zekerheden, die waren plotseling weg. Mm-hmm. Omdat de Koude Oorlog ophield te bestaan. Er was geen Sovjet-Unie meer. Mm-hmm. Er was geen grote vijand meer. Ja. Dus een grote vijand kon niet langer dienen als een, zeg maar, een middel om zekerheid te krijgen over wat goed was. Ja, maar... goed en slecht. Het goede had allerlei kanten die, die twijfelachtig waren. Ja, dat wist men wel, maar niettemin. En dan heb je een situatie waarin mensen die zijn opgegroeid met dat, dat Atlantische bondgenootschap, je hebt plotseling een groot probleem, want er is geen grote vijand meer. Ja, dat is een traumatisch. Tenzij je er een maakt. Precies, dus ja. Dat was ook nodig. En ja. Je ziet het vooral aan Rumsfeld en Cheney. Die twee Amerikaanse politici, wie een hele carrière gebouwd was op het demonstreren steeds van hun bona fides vis-à-vis de slechterik, vis-à-vis het Oostblok. En plotseling is dat er niet meer. Dus er moet iets komen om dat te vervangen. Ja. En ik denk dat dat een enorme rol heeft gespeeld, ook in Europa. Dat men moest plotseling wennen aan, en het was nogal wat, als de grote vijand wegvalt. Het was dan ook heel makkelijk om die grote vijand weer te herstellen als grote vijand. Ja. Want op dezelfde plek waar hij altijd had gezeten, toen dat via de propaganda, door de NAVO en geallieerde organisaties in de wereld werd ingebracht, ja, was het ook makkelijk, zeker in Nederland, om het als de grote boosdoener te aanvaarden, omdat je altijd al een vijand was geweest. Ja, maar het is ook zo dat, ik ben het helemaal mee eens, dat er grote veranderingen plaatsvinden. Ik geloof ook dat het niveau van de politici, maar dat heeft ook te maken dat wij zelf ouder worden. Dus je ziet steeds jongere figuren komen die een wat knullige indruk maken vergeleken met de grote De Gaulle of Adenauer of wie dan ook. Maar ik denk ook dat er een golfslagbeweging in zit, namelijk dat zelfs met hun beperkte middelen die politici uit Europa voortdurend genoodzaakt zijn geweest door objectieve omstandigheden, gewoon al de geografie van de situatie, grondstofafhankelijkheid, noem alles maar op, om toenadering te zoeken en een eigen politiek te volgen ten aanzien van het Midden-Oosten en ten aanzien van het voormalige Sovjetblok. En ja, ik heb net het boek over MH17 geschreven. En een van de dingen die je daarin ziet, en dat gaat over nu, dat is dat telkens de Europese landen geprobeerd hebben om toch de zaak te sussen. En dat ze ingehaald zijn door de Holbrooke-Wolfowitz-doctrine. Hè, twee zeer verschillende figuren. Ja, heel verschillend. Ja, maar met beide eigenlijk met de grondaanname. Amerika stelt de regels voor dit spel. En ik denk dus dat oorlog, en daarom is het oorlogsgevaar niet zomaar een soort abstracte onweersdreiging. Oorlogsgevaar dient om het gelid te sluiten. Dus de oorlog in Joegoslavië was om te verhinderen dat landen als Italië zaken gingen doen met het uiteenvallende Joegoslavië. Dat Duitsland een eigen rol speelde in Kroatië en Bosnië. Ja. Dus die oorlog die heeft een disciplinerende werking. Ja. En zo heeft het neerhalen van MH17 en de sancties, zware sancties die daarop gevolgd zijn, hebben een en de confrontatie met Rusland. Hè. Een paar maanden na het incident was er een grote top in Wales waar Poetin tot vijand is verklaard. Ja. Ik denk dat mechanisme, daar, en dat kan je niet afdoen als van de Europeanen zijn zwak en ze snappen er niks meer van en zitten wat over politiek te filosoferen. Duitsland wil op dit moment de Nord Stream Pipeline 2 door de Oostzee hebben. Italië had South Stream door de Zwarte Zee willen hebben. Ja. Dat is door Amerika verhinderd met geweld. Ja. En als nu een nieuwe agenda wordt opengetrokken met Iran, dan denk ik dat daar ook het oorlogsgevaar niet schuilt in een soort abstracte oorlogszucht van de kant van de een of de andere partij. Maar dat nodig zal zijn om de disciplinering van de Europese landen teweeg te brengen. Want ja, geen van die landen heeft een echte eigen politiek ten aanzien van Iran. Precies. Ja, wij willen graag Airbus verkopen. Ja, sure, maar dat kan dus. Daar wil ik nog even iets over zeggen. We zijn toen weer teruggekomen op ons hoofdonderwerp, maar ik wil nog even die zijtak volgen. Want
het lijkt mij onmogelijk dat als het komt tot een crisis waarbij werkelijk wapengekletter en Amerikaanse sancties die zeg maar moordend gaan worden voor Iran, dan kan ik me niet voorstellen dat Rusland en China zich afzijdig blijven houden. En dat hier ook een van de mogelijke, mogelijke crisis en confrontatiegevaren zijn. Ik kan me niet voorstellen dat, als je gaat kijken naar wat Rusland en China samen al hebben gepresteerd aan eensgezindheid enzovoort, vanwege sancties en vanwege de Amerikaanse houding, dan denk ik ook dat Iran er best bij kan. En dan komen we op een heel interessant onderwerp, waarin Amerika toch aardig wat over wordt geschreven door zeg maar de mensen die het officiële verhaal al lang terzijde hebben gelegd en door hebben wat er echt gebeurt. En die vragen zich af, is Poetin bereid, werkelijk bereid, om door te zetten een Russisch en Russisch-Chinees belangenstelsel, is hij bereid om te riskeren? Want hij riskeert aardig wat binnenlands. Er zijn altijd nog lieden die zeg maar hopen op een soort van Atlantische integratie. Mm-hmm. Hè? Dus de integrationist. Medvedev is een voorbeeld daarvan. Kudrin. Kudrin is een voorbeeld. Men weet dus niet of hij een plek krijgt in het nieuwe kabinet. Ja, of belangrijk. Dat hij er buiten blijft bengelen. Ja, hoe belangrijk dat is, wordt ook weer is onduidelijk. We weten een heleboel, weten we nog niet. Maar is het zo dat Poetin zelf te zwak is en dat hij door de knieën zal gaan of niet? Omdat hij het, ja, door berekeningen of door zijn omgeving. Dat is een heel belangrijke vraag. Ja. Ik hoop het niet natuurlijk, want ik denk dat je, als er echt een obstakel is voor althans een tijdelijke totstandkoming van dat full spectrum dominance, dat waar die Amerikaanse neocons vooral en tot op zekere hoogte de militairen naar streven, dan is dat wel het Chinees-Russisch samengaan. Maar ik denk dat wilde ik even terzijde zeggen. Maar ik denk dat als we het hebben over dat Atlantische verhouding, dan zijn er heel erg veel dingen die spelen. En jij bent echt georiënteerd op die meer materiële dingen. Ja. En ook op wat mensen een keer gezegd hebben op conferenties. En wat beslissingen zijn geworden en wetten zijn aangenomen enzovoort. En die zijn ook belangrijk, zonder meer. Ik denk wel dat je een atmosfeer moet begrijpen waarin die krankzinnige propaganda die er is over Rusland. Hmm. En over dus de daarmee verbonden dingen. Moet kunnen begrijpen waarom dat zo'n hoge vlucht neemt in een land met toch aardig wat intelligente mensen zoals hier. Ja. En dat is niet te verklaren met die lijnen die je trekt, die materiële lijnen. Nee, maar kijk, daarbij gaat het nooit om reductie. Hè? Het is niet zo dat het feit dat China een nieuwe zijderoute wil aanleggen die eindigt in Rotterdam, dat betekent dat er niet meer nagedacht hoeft te worden, want alle verklaring vind je in de rails van die spoorwegen. Ja, zo zit het niet. Nee. Alleen de consequenties die er vastzitten aan zo'n enorm project, want dat is een van de grootste infrastructurele projecten uit de geschiedenis, een project waarvan de Verenigde Staten dus al heeft gezegd, dat gaat niet gebeuren. Right. Ja, Amerika is als enige land heeft het niet is niet toegetreden tot die Aziatische infrastructuur en investeringsbank. Maar heeft zichzelf buiten gezet. Heeft zichzelf buiten, maar nu is het ook zo, dat heb ik hier al eens een keer eerder genoemd, dat Nederland bij monden van Rutte en Frankrijk en Engeland hebben verklaard dat zij ook nog niet tevreden zijn over de voorwaarden en de voordelen van hun eigen industrie die ze daaruit kunnen halen. Met andere woorden, ook daar is aarzeling om daarin mee te gaan. Dus dat project zal niet zo 1, 2, 3 van de grond komen. Andere materiële belangen die je niet over het hoofd kan zien, is natuurlijk het feit dat Iran op het punt staat lid te worden van de Eurasiatische Unie. Nou is dat een hele zwakke en fragiele structuur. Iran is waarnemend lid van de, of op, hoe zeg je dat,
observer in de Shanghai Cooperation Organization. Dus er zit wel een zekere druk in die richting van blokvorming. Maar het zijn allemaal landen en culturen die heel erg moeilijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Mm. De Chinezen kijken neer op de Russen als barbaren. De Russen lonken, zoals je net al zei, toch altijd ook voor een deel naar het Westen. Ik sprak een Rus toen ik in Canada was, een aantal maanden geleden. En die zei, wij noemen de president van onze centrale bank, noemen we de voorzitter van de koloniale bank. Ja, dus vooral die doet alles wat... Het is vooral dat financiële sector. Ja, China gaat het om. China idem dito. Ja. Maar ik denk dus dat de manier van denken en uiteindelijk ook alle mensen die aan de top komen hebben een zekere kwaliteit, anders beland je daar niet. Je zit in voortdurende selectiemechanismen. Maar wat je dan denkt... Daarvan, dat is altijd een kwestie van de grenzen van het mogelijke en de grenzen van het denkbare. En als politici in Europa zouden denken dat er hele reële voordelen te behalen zijn uit samenwerking langs Oost-Westlijnen, dan zouden zij ook de grenzen van hun denken, dus de grenzen van het mogelijke, gaan verschuiven. Ja, nee, natuurlijk. Maar de vraag die steeds bij mij opkomt, is dat mensen die... bekend zijn met de werkelijke situatie on the ground, met de echte situatie van de Verenigde Staten, met het feit dat het niet onder controle is. Nee. Dat het belangrijkste, de machtigste elementen in dat land niet onder controle zijn. Nee. Men beseft dat, moet dat kunnen beseffen. Ja, ja. Dat men toch denkt, toch zijn wij het veiligst daarbij. Terwijl, kijk, de NAVO bestaat, het was een veiligheidsgarantie. En het eerste wat de NAVO doet in zijn nieuwe gedaante is provoceren. Ja. En dat is nou precies het tegenovergestelde van... Dus het bestaansrecht is daarmee meteen al weg. Ja. Dat zou toch beseft moeten worden. Maar het krijgt een aanwezigheid. En het is heel interessant ook om te kijken, wat zou je moeten doen om het op te heffen? Je kan het niet opheffen. Nee. Het heeft geen... Het wordt bestuurd door Amerikanen in het defensiegebeuren, maar het is geen verantwoording schuldig aan welke entiteit binnen dat militaire apparaat whatsoever. Het heeft ook in Europa, er is geen enkel Europese instelling waartegen de NAVO een verantwoording verschuldigd is. Niks. Nee. Het staat buiten de wet. Ja, en de staatsapparaten in Europa bijvoorbeeld, zijn ook zo gestructureerd dat de NAVO daarin een enorm belangrijke positie inneemt. Bijvoorbeeld, ik weet toevallig uit de buitenlandse dienst, dus de diplomaten, dat een van de hoogste posten is NAVO. Ja. Als jij ambassadeur bij de NAVO bent, net als ambassadeur in Washington, Londen of Parijs, of bij de EU, dan zit je heel hoog in de pickorde. Nou, en dat wil zeggen dat het staatsapparaat als het ware zelf voorselecteert hoe belangrijk die instanties zijn. Die NAVO-ambassadeur komt nooit terug met de mededeling, laten we die NAVO nou dan zijn we beland bij een metafoor van een Frankensteinian monster. Ja, ja. Waar we niet weten hoe we het kunnen gaan opheffen. Nee. Het is een Frankenstein. Ja, ja. Nou ja, maar daardoor krijg je fenomenen als het populisme en het verlies aan vertrouwen in de politiek op grote schaal. En dat is wat zich op dit moment natuurlijk in volle hevigheid aan het voltrekken is. Op zich ook een heel griezelig proces, want daar, als je nou praat over domme, ongeïnformeerde mensen, dan zitten daar heel veel... Ik ga niet mee met wat in Nederland heel goed merkbaar is, dat reageren op populisme. Hmm. Alsof het een soort van een gevaarlijk iets is, zoals fascisme. Kan het zijn natuurlijk. Hmm. Maar de populisme heeft een geschiedenis ook. En wat het betekent. Kijk, als mensen iets op hun klomp aanvoelen, en er zijn aardig wat Nederlanders die dat doen, heb ik gemerkt in mijn eigen omgeving. Ja, ja, ja. Als mensen een heleboel op hun klomp aanvoelen en ze vinden een politieke figuur die hun eigen zorgen, die al lang zijn ontwikkeld in hun hoofden, die kan daar woorden aan geven en die kan het uitleggen. Ja, dan krijg je... Dan is het natuurlijk de vraag, hoe kanaliseer je publieke emoties op een manier dat ze geen gevaarlijke situaties scheppen. Nee, maar dat is het algemeen zo met de politiek natuurlijk. Maar we komen dus dan op de... Kijk, we hebben het over de kudde gedragvraag gehad.
Ik heb de kant op willen gaan van een intellectuele en morele sfeer die is gaan ontstaan. En die heeft het openbare, het publieke domein in hele, hele hoge mate beïnvloed. En dan komen we bij de vraag, hoe komt het dat de beter gestelden, hè, mensen met toegang tot media, tot uitgeverijen enzovoort, en tot de politiek, mensen die een verschil kunnen maken, op wat voor moment zullen zij beslissen dat zonder Amerika gaat het niet slagzin, eigenlijk desastreus is? Ja, nou, dat vereist volgens mij, als je kijkt naar hoe het proces van hoe de heersende klasse zich door de geschiedenis heen heeft opgesteld en zijn opvatting heeft ontwikkeld, zijn consensus heeft georganiseerd, dan is dat altijd gegaan via een voorafgaande fase van verschillende meningen naast elkaar stellen. Ik noemde net Foreign Affairs als blad. Het interessante van Foreign Affairs is dat het geen Amerikaanse propaganda buis is. Nee. Er staan stukken. Ik heb er 3 artikelen in gehad. Nou, kijk eens aan. Nou, ik nog nooit hoor, kan ik je verzekeren. Maar daar heeft bijvoorbeeld ook in staan een stuk wat ik pas geciteerd heb van Sarot over de beloften die zijn gedaan aan Gorbachev dat de NAVO niet zou uitbreiden. Ja. Helemaal uitgezocht. Dus die mening is voorhanden. Politici kunnen op een gegeven moment hun eigen denken gaan organiseren aan de hand van de verschillende posities die in zo'n blad en in de Council on Foreign Relations die erachter zit, worden geformuleerd. In Nederland hebben we nu te maken met media die dienen als zuivere spreekbuis van His Master's Voice. Ja. Wat we al weten. Ja. Dus voor een politicus die een drukke agenda heeft, is heel moeilijk om een eigen koers uit te zetten als je altijd maar 1 lijn aangeboden krijgt. Ja. Nou, ik hoef jou niet te vertellen dat de neergang van de Nederlandse media, de kwaliteitskrant waar je ooit voor gewerkt hebt, dat nu een afleggertje van de Telegraaf in een Belgisch mediahuis, een fatale uitwerking heeft op de kwaliteit van het politieke debat. Daar hebben we bij Weltschmerz dat geeft dus al de heel erg veel. Ja, natuurlijk. Aan de mythes, het Atlantisme. Waar zou men het altijd vandaan moeten halen? Maar we zijn er nog niet mee klaar. Ik denk dat we er over moeten blijven doorpraten. Er zijn ook aardig wat momenten geweest waarop het leek alsof dit anders zou gaan worden. En dan zie je dat daar op die momenten komt een reactie waardoor de NAVO bij name nog belangrijker en sterker wordt en een ander karakter gaat krijgen. Ja. Het is in zeker opzicht een chameleon-achtig iets. Het kan veranderen van vorm, niet alleen van kleur, van vorm. Maar wat is het wat het aanstuurt? En dan komen we toch weer terug. Want je zegt, ik hou me heel bezig met die... Dat is de afsluiting die je nu gaat doen. Ik wil best nog een uur doorpraten. Ja. We zijn hier nooit mee klaar. Nee. Maar laat me hierop terugkomen. Ja. Oké. Nou, dat is afgesloten. Kees, bedankt, Karel. Tot de volgende keer.